Goedemiddag, het is vandaag donderdag 9 februari. Live vanuit Zwolle is dit de allereerste Yes We Care radio-uitzending. Ik ben Jelme Wijnstra. En ik ben Anne-Claire Genewiek. Met vandaag in de uitzending reportages over lesgeven aan ouderen, permanente make-up, misofonie en zelfmoord onder studenten. En zoals iedere week zullen we weer de zorgkennis van de dag testen in de zorgquiz. Welkom bij Yes We Care. Maar nu eerst geen bingo of ochtendkrant, maar een les over Michelangelo. Dat wordt gedaan in een aantal verzorgingstehuizen in Nederland. Klim Wijnands, student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, geeft les aan deze ouderen. Verslaggever Cas Bakering ging naar Nijmegen toe om met Klim te spreken. Ik ben hier nu bij de Radboud Universiteit en het is behoorlijk druk met mensen. Ik stapte ook net uit bij het busstation en het is best druk hier. Want het is een vrij groot gebouw en er staan allemaal mensen voor de deur. Dus ik ben wel benieuwd waar die zich is. Volgens mij zie ik hem bijna, maar ik ga even kijken. Ik ga nu het gebouw binnen en volgens mij zie ik diegene die ik nodig heb. Ja. Ben jij Klim? Hoi, ja. Hoi, Cas Bakering. Welkom in Nijmegen. Ja, dankjewel. Het is best lastig om te vinden, maar ik heb echt best wel veel respect voor jou dat je les geeft aan ouderen. Want het is wel maatschappelijk verantwoordelijk natuurlijk. Dat is waar. Ja. Het is best leuk. Ja? Best leuk, maar ik moet zeggen, het is heel leuk. Dus leuk is het zeker wat Klim doet. Zijn specialiteit is kunstgeschiedenis. En hij ziet voordelen in het geven van lessen aan de ouderen. Aan de ene kant leer je anders naar dingen kijken. Ik heb als student, als academicus een heel andere invalshoek. En als jongeren natuurlijk ook, dan dat zij hebben. Ik krijg vaak vragen waar ik zelf naar bestil had gestaan. En die je zelf ook aan het denken zet. Aan de andere kant is natuurlijk ook als je naderhand of voor het college begint, blijf je vaak nog wat langer hangen. Wat voorkletsen, wat nakletsen, gewoon praten met die ouderen. En ze hebben heel veel meegemaakt natuurlijk. En ze hebben, wat dat betreft, je ook, ja, wat mijn cliché zegt, levenswijsheden of zoiets overbrengen. Daarnaast had Klim ook nog iets anders uit zijn lessen. Nou, ik haalde zelf ook voldoening uit. En aan de ene kant heel egocentrisch misschien, dat je het idee hebt, ik heb nu iets goeds gedaan vandaag. Ik heb ergens aan bijgedragen, maar dat is wel een heel erg fijn gevoel. Dus je hebt dat je iets terug kan doen ofzo. Aan de andere kant is het voor mij ook gewoon leerzaam om te kijken hoe zij er tegenaan kijken. Maar ook als je zelf stof uitlegt, ga je het zelf ook beter begrijpen natuurlijk. Ja. Door het gedwongen om zelf ook opnieuw naar dingen te kijken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, dat is allebei heel waardevol. Hoeveel geld hoef je niet te doen. Ik heb naar gekeken, dus 4,50 per uur. Dat is een vrijwilligersvergoeding. Daar doe je er natuurlijk ook niet voor. Want wat het beeld nu eigenlijk is dat je nooit te oud bent om te leren. Dat is ook de mening van Klim. Er is eigenlijk nooit een excuus om niet te leren, zou ik zeggen. Je bent ook nooit te zwak om te leren, te jong om te leren. Je weet nooit te veel om nog meer te leren. Je weet nooit te weinig om te leren. Je kan altijd bijleren. Dus als je iets goed wil doen voor de maatschappij, ga dan ouderen lesgeven in jouw specialiteit. Want ook zij zijn vaak gebaat bij jouw kennis. Geestelijke achteruitgang bij ouderen remmen? Hoe doe je dat? Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan heeft daar een idee voor bedacht. Zij laten studenten lesgeven aan ouderen. Een van de weinige verzorgingstehuizen die hieraan deelneemt is Insula Dei in Arnhem. Verslaggeefster Raya Jacob bezocht daar een les filosofie. Er is niet veel plaats meer. Jawel, achter in de hoek is nog plaats. Wat is filosofie? Ik hoor hier al nadenken over het leven. Ik sta nu hier in het verzorgingstehuis waar een les wordt gegeven aan ruim 25 ouderen. Gezellig onder het genot van hun kopje koffie zitten ze aandachtig te luisteren. Maar ze doen ook enthousiast mee. Ze krijgen filosofie van Jannes, die zelf op de Radboud Universiteit studeert. En zijn er meer mensen die een idee hebben? Wereldbeschouwing. Als je het vergelijkt met de middelbare school, dat je op een middelbare school veel meer orde aan het houden bent en politieagentje uithangt, dan dat je voor zo'n groep met geïnteresseerde, gemotiveerde ouderen bezig bent, die volgens mij aardig leuk vonden. Ik vind het heel interessant en heel boeiend. Ja, leuk. Waarom wilt u dan les volgen?
Nou, omdat ik zelf al veel nadenk over van alles en nog wat. En nou kun je dus even met anderen ook sparren. Ik ben er heel blij mee. Ook omdat het je uit je eigen denkkring haalt. En dat het met het ouder worden je veel alleen zit. En dat het dan fijn is om met anderen te kunnen uitwisselen. Ze willen toch wel graag concreet, wat is nou filosofie? Ja, ook dat. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik zeg ook, filosofie begint nergens en filosofie eindigt nergens. Net als in de psychologie. Hetzelfde punt. Ja. Zeg, ik kan de hele avond blijven praten. Je wilt eigenlijk iets waardevols, iets diepgaand hier organiseren waar ze er ook echt iets aan hebben. Ja, en waar ze zichzelf ook in kunnen uiten. Dat is ontzettend belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Omdat die behoefte er bestaat. Bingo en al die dingen meer. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. Komt hier morgen ook weer. Maar wij vragen ook dingen waar we met elkaar diep op zaken ingaan. Ook vragen die bij ons vanuit ons levenssituatie aan ons voordoen. Corrie, tot ziens. Iedereen heeft wel eens last van somberheid. Soms heb je je dag gewoon even niet of zit je een tijdje niet zo lekker in je vel. Dit betekent niet dat je depressief bent of denkt aan zelfmoord. De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een handleiding voor docenten om studenten met zelfmoordneigingen te herkennen en te helpen. Maar werkt deze handleiding wel? Signalen als somber en stil worden hier gezien als waarschuwingssignalen voor zelfmoord, maar komen ook voor bij de studenten die even niet lekker in hun vel zitten. Waar ligt de grens? En kunnen docenten studenten met gedachten om uit het leven te stappen wel herkennen aan de hand van dit protocol? Zelfmoord is doodsoorzaak nummer 2 bij studenten. Ook bij de Universiteit van Amsterdam zagen ze dat. Daarom stelde bureau studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam een handleiding op voor docenten om studenten met suïcidale gedachten te herkennen en te helpen. Ik spreek met Peter Vonk, een van de bedenkers van dit protocol. Als een docent of een studiebegeleider of eventueel een vader of een moeder het gevoel heeft, god, er is iets mee aan de hand, dat al een heel belangrijk waarschuwingssysteem is. Mensen mogen op hun gevoel afgaan en dan is het de bedoeling vervolgens dat mensen niet denken, oh, nou, dat, ik geloof niet dat het goed gaat en zich omdraaien en weglopen, maar juist naar die student toe gaan van, goh, gaat het wel goed met je? Alleen dat. Goh, gaat het wel goed met je? Ja. En dan zegt zo'n student heus wel van, nou, het gaat allemaal prima, niks aan de hand. Of, nou, wat fijn dat u het vraagt, want ik voel me niet zo goed de laatste tijd en ik maak me zorgen over dit of over dat. Maar werkt deze handleiding wel? We nemen de proef op de som. Ik sta hier in een lokaal op Windesheim naast de docent Binnenkeulen, journalistiek docent en studiebegeleider van een aantal studenten in dit lokaal. Als je deze handleiding zo ziet, wat is dan je eerste indruk? Ik vind het goed initiatief. Alleen ik vraag me af of het wel werkt. Omdat mijn ervaring is dat in het HBO, dat studenten die niet lekker in de vel zitten, dat die langzaam maar zeker wat afstand nemen van het onderwijs. En dat je op een gegeven moment zicht kwijt bent. En dat kan van alles betekenen. Ga ik het nu eens even bij de studenten in deze klas vragen. Even kijken, mag ik jou vragen. Je hebt net die handleiding gezien. Wat is je eerste indruk daarvan? Vooral dat het allemaal van die dingen zijn die erop staan waarvan je denkt van ja, dat kan ook een gewoon persoon wel eens overkomen. Je hoeft niet gelijk suïcidaal te zijn. Even kijken, en mag ik jou vragen, gaat dit protocol helpen, denk je? Ik denk zozeer niet dat dit protocol heel veel gaat helpen. Het is wel een fijne leidraad voor bepaalde mensen die echt geen idee hebben waar ze moeten letten. Maar ik denk wel dat voornamelijk de verandering in gedachten is denk ik de grootste. Als iemand eigenlijk altijd heel veel bevoorgrond is en van de een op de andere dag verdwijnt hij eigenlijk een beetje naar de achterkant van de klas. Ja, dan duidt dat wel op een probleem. Maar voor de rest denk ik niet dat dit echt docenten mee gaat helpen. Ik denk vooral dat eigenlijk de oplettendheid van docenten en waarschijnlijk heel veel geluk het vooral gaat helpen. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld. Je ouders zorgden voor jou en als ze oud werden, dan zorgde jij voor hen. Als er iemand in het gezin ziek was, was er altijd wel iemand uit de familie die voor hem of haar kon zorgen. Vrijwel altijd ging het om de vrouw des huizes. Anno 2017 zitten vrouwen niet meer thuis te wachten totdat hun werkende man terugkomt naar huis. Nee, ze werken zelf. Dat betekent simpelweg dat er minder tijd is om mensen te
om mensen hulp te verlenen. Maar hoe vind je de balans tussen werk, gezin en mantelzorg? Ruben Stavorinus zocht dat uit. Op 25 september 1874 verkopen mijn voorouders Teunis Laanbroek en echtgenote Gerardine Hartkamp hun boerderij aan hun dochter Egbedine Laanbroek. Bij de verkoop wordt een contract opgesteld waarin de waarde van het huis wordt gezet en de gehele inboedel. Het totaalbedrag wordt door Egbedine voldaan in geld, maar ook in natura. Luistert u naar het volgende zinnetje uit het contract. Zij zal voor het resterende der koopsommen de verkopers hun leven lang verschaffen. Kost, inwoning, kleding, geneeskundige hulp en wat zij verder volgens hun staat en stand benodigd zijn. Hierdoor wordt Egbedine geacht te zorgen voor haar ouders. Deze vorm van zorg heet mantelzorg en wordt toegepast bij fysieke en mentale problemen, zoals Alzheimer bijvoorbeeld. Deze vorm van dementie komt bij 160.000 tot 190.000 Nederlanders voor. Daarvan woont 70% thuis en wordt verzorgd door mantelzorgers. 80% daarvan is overbelast. Mantelzorg is dus niet iets om lichtzinnig over te denken. Ondertussen loop ik naar Gedi Labots. Zij is mantelzorgster voor haar moeder met reuma en haar dochter met autisme. Een zware taak. Vooral als je er nog een gezin erbij hebt en nou, je rent van hand naar her. Je moet de boel eigenlijk lopend houden. En je wilt wel heel veel, maar dat kan natuurlijk niet. En vooral oudere mensen, die denken ook meteen dat je met 2 minuten op de stoep staat. En dochter met autisme natuurlijk precies hetzelfde. Ja, want kun je naast mantelzorgster zijn ook gewoon nog werken? Ja, in principe kun je wel een paar uur natuurlijk gaan werken. Maar een baas staat er natuurlijk niet op te wachten dat ik zeg van ik moet nu even naar mijn dochter of ik moet nu even naar mijn moeder. Vind je het te zwaar? Twee mensen in mantelzorg? Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet eigenlijk veel meer vanuit waar het ook vandaan moet komen, gemeente of ondersteuning zijn voor mantelzorgers. En hoe zou jij die ondersteuning willen zien? Nou, niet zoals nu in de gemeente. Hier in de gemeente is een middagje koffie drinken. Want een echte mantelzorger heeft geen tijd om een middagje koffie te gaan drinken. Dit soort problemen vragen natuurlijk om een oplossing. En misschien is deze tip van de Vrije Universiteit Amsterdam wel de juiste. Informeer wie alle mantelzorgers zijn. Overleg met mantelzorgers over de zorg. En bespreek wie nog meer zou kunnen helpen. Zo zorg je echt samen met mantelzorgers. Dan is het nu tijd voor de enige echte zorgquiz. Wie wordt er vandaag de zorgkenner van de dag? Laten we beginnen met het voorstellen van de twee teams. We zitten hier naast Manon en Floris. En jullie spelen namens het team Superboeren. En jullie welkom. Gaan jullie de Super Eagles verslaan, denken jullie? Nou, dat denk ik wel. Eitje. Nou, zoals Anne al zegt, het andere team is de Super Eagles. Bestaand uit Yannick Masson en Ruben Stavorinus. Heren, welkom. Dankjewel. Wat zijn jullie verwachtingen? Nou, dat onze vriendschap na deze quiz wel voorbij is. Aangezien hij de team super, term Super Eagles heeft gekozen. En dat kan natuurlijk als een rasvolle, dan kan dat natuurlijk niet. Is goed. Dan gaan we nu beginnen met de quiz. We hebben 6 vragen. Ja. Meer keuzevragen. A, B en C. We gaan ze allemaal opnoemen. Nou, jullie heten de Superboeren. Dus als jullie antwoord willen geven, mogen jullie het geluid maken van een koe. Nou, en aan de andere kant de Super Eagles. Dus aan jullie de taak om een vogelgeluid te maken. Baas. Zoiets, ja. Nou, dan gaan we nu beginnen met de eerste vraag. Uh-huh. Hoe hoog ligt het verplicht eigen risico in Nederland? A, €385. B, €395. Of C, €405. Ah. Godverdomme. Nou, dat is een helemaal correct antwoord. 1-0 voor de Superboeren. Vraag nummer 2. In 2014 luidde de vader van staatssecretaris Van Rijn de noodklok over de situatie in verzorgingstehuizen in het AD. Maar wat is de voornaam van deze staatssecretaris? Was zijn voornaam A, Peter? B, Martijn? Of C, Martin? Mag ik de achternaam nog 1 keer horen? Het gaat om de voornaam. Ja, maar ik wil de achternaam graag nog 1 keer horen. Staatssecretaris Van Rijn. Van Rijn. En de voornamen waren? Peter, Martijn en Martin. Nou, we gaan naar de Super Eagles. Zeg het maar. C.
Dat is helemaal juist. Nee, nee, voor de Super League. Hebben we een gelijke stand? Gaan we snel door naar vraag 3. Mag ik in Nederland euthanasie plegen? A. Ja, maar alleen met een wilsverklaring. B. Ja, maar alleen als meerderjarige. Of C. Nee, dit mag niet. Nou, dan gaat de beurt weer naar de Super Eagles. Zeg het maar. A, jij toch? Ja. A? A, ja. Ja. Dat is helemaal juist. Gaat echt goed nu. Gaat lekker nou. Gaat echt goed nu. Steeds jammer van de naam. Vraag 4. We gaan even jullie politieke kennis testen. Oei. Welke politieke partij wil een nationaal zorgfonds? Dan kun je kiezen uit A, PvdA, B, SP of C, GroenLinks. Maak geluid. De SP. Dat is juist. Volgens mij gaat het heel makkelijk. Het gaat nu heel makkelijk nu. Easy peasy. Ik voel weinig weerstand aan de andere ik kant. Ik ook, heel weinig. Iets met stil aan de overkant. Een beetje stil. Floris, jullie moeten een inhaalslagje maken. Oh, dat komt wel goed. Weet je wat van baby's? Vertrouwen, hè? Nou, ik weet wel dat ik er zelf eentje ben geweest. Dat wil ik zeggen, je wordt zo van je vader. Moet je wat vertellen of wat? Dan moet de volgende vraag wel makkelijk zijn, denk ik. Binnen welke tijd moet een pasgeboren baby worden ingeënt voor hepatitis B? Is dat A, 24 uur? Is dat B, 36 uur? Of is dat C, 48 uur? Ja. Wat was A ook alweer? 24 uur. En B was? 36. En C is 48. Ik houd er niet gelijk naar de geboorte. Oeh. Dat weet ik niet. Nou, ja. Dat is misschien beter dan ik. Zeg het maar. Nou, bij twijfel altijd B. Bij twijfel altijd B. Nou, dat is niet juist. Twijfel is niet goed. Dan hebben jullie nog een kans. Dan zeg ik... Ik zou C kiezen. Ik zou ook C kiezen. Zullen we C doen? We doen C. Ze hebben het gewoon weer goed. Ja hoor. Ze hebben het weer goed. Ja, dat wist ik. We zijn gewoon heel zorgzaam. Wij weten dat. Nou, dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste vraag. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is voor de superboeren helaas niet meer mogelijk om te winnen. Bonuspunten, ja. Is dat een optie? Ja, bij vraag 5 krijgen ze, als ze hem correct hebben, krijgen ze 5 punten. Wat is dit nou? Okay. Ik kan het niet meer betekenen. We hebben nog steeds kans. Dat vroeger. Ja, oh man. Bij hoezo laat ze doen en dan binnen de doelpunt. Oké, nou, de allerlaatste vraag. Hoeveel Korsakoff patiënten hebben wij in Nederland? Ik zou het niet meer weten. A, tussen de 6.000 en 8.000. B, tussen de 8.000 en 10.000. Of C, tussen de 10.000 en 12.000. Er zitten voor getallen, joh. Wat de hel is... B. Dit is toch niet normaal, jongens. Omdat er nog geen antwoord B is geweest. Nee. Nou, daarmee is ook gelijk de winnaar bekend. Oh. Want ze krijgen gewoon die 5 punten zelf erbij. Oh, prima. Hoeveel punten hebben we dan ongeveer? 1 punt voor de Superboeren. Heel veel. En we hebben... Anne, hoeveel punten hebben de Super Eagles? Even kijken, dat ga ik even tellen, hoor. 9. 9. Dan is het maar liefst 9-1. En wil ik jullie heel graag feliciteren met jullie overwinning. En hoe voelt dat, die overwinning? Ja, het voelt natuurlijk altijd goed. Hè? Vooral als Super Eagle. Winnen in Zwolle is natuurlijk altijd fijn. Of niet, Ruben? Nee. Niet? Oh. Winnen in Zwolle is fijn, maar niet met de Eagles. Nou, oké. Heel erg bedankt voor jullie deelname. Geen dank. Gaan we verder met het volgende onderwerp. Anne. Moet je nou echt dat slokje water nemen? Ja, sorry, wat is er mis mee? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel irritant. Waarom vind je dat irritant dan? Nou, ik heb een beetje last van misofonie. En weet je wat dat is? Nou, vertel. Nou, dan heb je dus een hekel aan geluid. Hekel aan geluid? Ja, hekel aan geluid. Dus als ik bijvoorbeeld als ik iemand chips hoor eten of een appel hoor eten, dan wil ik hem echt een knal geven. Een knal? Ja, snap je dat? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nou, misschien na dit item van verslaggever Yannick Misson, dat je het wel begrijpt. Een hekel hebben aan geluid. Een aantal mensen in Nederland heeft hier erg last van. Deze aandoening staat bekend als misofonie, wat ook letterlijk een hekel aan geluid betekent. Mensen kunnen dan slecht tegen etensgeluiden, tegen geluiden van zakjes die knisperen, neus ophalen. Al dat soort kleine dagelijkse geluiden kunnen mensen dan echt niet uitstaan en zeer agressief maken. Uit een onderzoek van de Universiteit van Newcastle is deze week gebleken dat misofonie ook wel degelijk een hersenaandoening is, waarbij er iets anders gaat in de hersenen dan bij andere mensen. En daarom zit ik nu naast Annette.
Jij hebt last van misofonie. Kun jij vertellen welke geluiden jou allemaal triggeren? Dat zijn een heleboel. Het eten van chips, krakende zakjes, appels, niet te doen. Als ik bijvoorbeeld in de bioscoop zit en iemand eet popcorn, nou dan, of ik loop uit de zaal of ik vraag diegene vriendelijk om de popcorn op te bergen. Want ja, ik kijk naar een film, dus dat gekraak, dat kan ik er niet bij hebben. Oké, en wat voor gevoel roept dat dan op, die geluiden? Ja, ik word eigenlijk heel boos. Agressief. Dat is misschien. Maar echt tot het punt dat er gewoon wel klappen kunnen vallen? Nou, dat niet. Maar ik ben wel in staat om iemand een bak popcorn over zijn hoofd leeg te gooien. Oké. Over zijn hoofd leeg gooien van een bak popcorn. Dus als ik bijvoorbeeld dit zakje openmaak zo. Ik heb hier een zak chips. En dit is een chipje. En als ik dan dit doe, zeg maar. Dan was echt niet te doen? Dat is gewoon niet te doen, nee. Maar dat hoor je zelf toch ook? Dat is toch gewoon niet te doen? Het is dat je het uit zo'n zakje haalt. Kan je dat niet gewoon in een kommetje leeg gieten? Dan knispert het zakje niet zo. Vind ik ook onnodig dat je er altijd met je hand in gaat en dat het zo knispert. Ja, en ook gewoon als mensen blijven eten. Dan vind ik het ook bijzonder irritant als het niet zonder geluid kan. Dan houd ik me in, maar het is wel lastig. Heeft u er dan ook last van tijdens het eten? Echt dat u dat uit de weg gaat uit eten gaan en zo met bepaalde mensen? Of valt dat mee? Nee, ik ga het niet uit de weg. Maar ik probeer me er wel voor af te sluiten van tevoren. Nou, ik denk, nou ja, goed, dat is dan zo. Dus ja, je proberen af te sluiten. Anders raak je een sociaal isolement. En dat moet ook niet natuurlijk. Dat zou te gek zijn. Een jaar geleden werd de vrouw van Henk, Plettenburg, getroffen door de ziekte Alzheimer. Zijn Annie was zijn Annie niet meer. Na een heftig jaar dat Annie nog thuis heeft gewoond, is ze overgeplaatst naar een verzorgingstehuis. Onze verslaggeefster Robin Telman sprak met Henk over zijn zorgen voor zijn vrouw. Kijk, ik heb een heel dagboek bijgehouden. Bij deze. Ja. Hier ligt wat. Er staan allemaal dingen in wat ik allemaal opgeschreven heb toen het feestje begon, hè. Jongen. Kun je het eens voorlezen? Oh, dat kan wel, ja. Ik weet niet wat dit is hier, hoor. Of dat er bijzonder is. Nou, oké. Om 10:30 Annie gehaald van Adiens voor verjaardag Marietje. Gesprek gaat met Evelien Wiggers. Dat is de leidinggevende bij de afdeling Colibri van het Adiens, waar Annie dus is. Gesproken met Bas Bossink, dat is een assistentarts van het Adiens. Ik voel me echt een mantelzorger, zoals ze dat ook wel noemen. Hè? Ja. Ja, die had echt begeleiding nodig. Met alle dingen, helpen onthouden vooral, briefjes allemaal schrijven. Dit denk je daaraan, dat moet zus, dat moet zo. Ja, zeker. Veel gemopper. Ja, omdat ze heel wantrouwig was met alles. En dat irriteerde mij dan weer. En dan ging ze weer tegenin en dan kreeg je een beetje gehaald. Waar zo, snap je, een keer een beetje met de deur slaan. Een keer weglopen, nou, dat soort dingen. Dat gebeurde wel. Ik heb het ontdekt van Annie dat ze een beetje vergeetachtig begon te worden in februari 2009. En in 2014 heb ik een onderzoek laten doen in samenwerking met de huisarts. Die zegt, nou gaan we eens een keer naar Bruggebos om een test te doen. Nou, en dat kwam eruit van beginnende dementie, waarschijnlijk Alzheimer. Nou, en dat klopte precies, ja. En dat heeft toen nog weer 1,5 jaar geduurd voordat ze dus eigenlijk min of meer in de psychose raakte op dat moment. En toen opgenomen is in de crisistoestand. Dat is eigenlijk het begin van de dikke ellende die we nu al meer dan een jaar hebben. Nou, die haalt dingen voor de dag en heel wantrouwig. Ja, onherkenbare Annie voor mij. Ja, ik ben ze gewoon kwijt. En dan ben je in één keer alleen, van de ene dag op de andere dag, net als iemand plotseling overlijdt. Zo is het ongeveer. Maar zij is er nog. En zij is er nog, wat je zegt, ja. Ja. Maar goed, we moeten mee doen. Het is niet anders. We kennen allemaal de tatoeage. Maar sinds de jaren 90 bestaat er ook permanente make-up. Hoe anders is de permanente make-up dan een tatoeage? En wie maken hier gebruik van? Verslaggever Corné in het Hout ging op onderzoek uit.
Hij sprak in Dronten met Nathalie van Lifestyle Studio Akker de Boer over die andere tatoeage. Goedemiddag. Hallo. Nou, dan moet jij denk ik Nathalie zijn. Dat klopt. Ja, jij gaat vandaag permanente make-up zetten. Ja. Er is een tatoeage, er is permanente make-up. Maar wat is nou precies het verschil? Een gewone tatoeage wordt dieper in de huid gezet. En permanent, dat is semi-permanent. Dus bij ons wordt het minder diep in de huid gezet, zodat het eerder weer vervaagd en bijgewerkt moet worden. En wat is precies de reden dat mensen bij jullie komen om permanente make-up te laten zetten? De reden is dat mensen weinig wenkbrauwen van zichzelf hebben. Dat kan door stress komen, maar ook gewoon door weinig wenkbrauwhaar te hebben. Het kan door medisch iets zijn, zodat ze misschien een chemo hebben gehad, dat ze geen haren meer hebben. Dus ja, dat zijn de redenen waarvoor mensen bij ons komen. Ja, nu is er vandaag ook iemand te gast. Dat is mevrouw Jansen en die ga ik vandaag de permanente make-up zetten voor de wenkbrauwen. En mevrouw Jansen, mag ik gelijk aan u vragen, wat is nou precies de reden dat u vandaag permanente make-up laat zetten? Nou, vroeger had ik hele mooie volle wenkbrauwen. En naarmate ik ouder word, merk ik dat ik minder haren in mijn wenkbrauwen krijg. Dus Nathalie gaat er als het ware haartjes tussen zetten, waardoor ik toch weer mooie volle wenkbrauwen heb. Nou, we zijn hier in een ruimte van, wat zal het zijn, 10 vierkante meter. Ik zou zeggen, Nathalie, begin maar met de permanente make-up te zetten. Doe dan niet een beetje pijn, want ik hoor allemaal van die krasjes. Het lijkt heel pijnlijk. Nou ja, het is een beetje irritant. Het is, ja, pijn is anders. En wat vind jij nou het mooiste om te zetten? Vanuit cosmetisch oogpunt of vanuit medisch oogpunt? Zelf vind ik medisch oogpunt het mooiste. Omdat je dan mensen weer helemaal blij kunt maken met een nieuwe wenkbrauw. Zodat ze weer een gezichtsuitdrukking hebben. Dat is het meest dankbare. Ja, ja. Dat zeker. Je glimlacht ervan. Ja, het is mooi om te doen. Ja. Dankzij Lifestyle Studio Akker de Boer weet ik weer iets meer van die andere tatoeage. Permanente make-up dus. Mevrouw Jansen die kwam vanuit cosmetisch oogpunt. Nathalie, de zetter van de permanente make-up, vindt medisch oogpunt dus nog iets mooier. Als ik naar mijn eigen wenkbrauwpartij kijk, dan denk ik dat het voor mij niet nodig is. Want mijn wenkbrauwen die zijn vol en dik genoeg. Het aantal mensen met een gewone tatoeage neemt toe. Maar op de werkvloer zijn ze nog altijd niet blij met afbeeldingen op de huid. Tegen welke problemen loop je aan als je een zichtbare tatoeage hebt op het werk? Hierover sprak onze verslaggever Jurie van der Werg met de 21-jarige Roos. Ik loop hier vandaag in Harderwijk. En ik ga op bezoek bij Tattoo Paiki, waar de 21-jarige Roos werkt. Roos heeft veel tattoos en heeft voorheen in de horeca gewerkt. Allereerst ben ik benieuwd wat voor tattoos zij heeft. En of die tattoos haar ooit hebben belemmerd in haar werkervaring. Roos, kun jij een beetje je tattoos beschrijven die je hebt? Ja, ik heb een paar bloemen, een kompas. Ik heb een vrouw met een lantaarn. En ik heb ook nog een parfumfles. En dat is alles wat ik op mijn arm heb. Vanaf je pols tot je schouder? Ja, en ik heb ook nog op mijn duim een tattoo en op mijn benen ook nog heel veel tattoos. Dat zijn wel tattoos die in zicht zijn. Heb je wel eens het gevoel dat je wordt gediscrimineerd omdat je die tattoos hebt op werk bijvoorbeeld? Ja, het komt wel eens voor dat mensen nogal lastig doen. Maar dat snap ik ook wel, want als er gewoon klanten in het zicht zijn en je hebt een tattoo op je duim, snap ik wel dat dat niet helemaal kan. Maar in het algemeen zijn het gewoon jonge klanten en ik hoor meer complimentjes dan dat mensen het niet leuk vinden. Bij mijn sollicitatie vonden ze het gewoon goed en als ik eenmaal werk, toen kreeg ik er wel eens problemen mee. En dat vond ik dan een beetje oneerlijk, want ik had zoiets van ja, neem het dan niet aan. Als je werkgever wat van je tattoo zegt, wat zeggen ze dan eigenlijk tegen je? Ja, ze zeggen dat ik hem moet afplakken, want de ene keer doe ik het wel en de andere keer niet. Omdat gewoon het nog onduidelijk is, omdat de ene leidinggevende het wel goedkeurt en de andere weer niet. Dus ik moet nu weer een beetje kijken wie er aan het werk is en dan plak ik hem wel of niet af. Waarom zegt de ene werkgever dat hij het wel moet doen en de ander niet? Omdat de ene werkgever zegt, ja, we zijn een jong, fris bedrijf en we hebben gewoon jonge klanten, dus wat maakt het uit? Je hebt één klein tattoo op je duim en de ander zegt, ja, nee, volgens de regels, officieel mag het niet, doen wij het weer ook niet. En
dan ligt ook weer per filiaal wat ze zeggen. Het is echt, ze hebben het zelf niet helemaal duidelijk in de hand wat hun regels zijn en wat wel niet goedgekeurd wordt. Vandaar dat iedere leidinggevende weer een ander verhaal van maakt. En je ziet wel inderdaad gewoon mensen soms wel eens naar mijn tattoos kijken als die in beeld zijn op mijn werk. Maar wie zegt dat hun alleen maar denken, oh wat raar, misschien denken ze, oh wat vet. Je weet niet wat ze denken. Maar voor mijn gevoel denk ik niet echt dat hun niet meer op mijn werk willen komen omdat er een meisje loopt met een tattoo op de duim. Dat lijkt me sterk. Dit was dan de allereerste Yes We Care radio-uitzending. Wil je nog meer van ons horen? Kijk dan op onze website journalistiekzwolle.nl/yeswecare. Of check onze socials. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.